Hey, en welkom op de Junkins Creative Server. Dit is een Minecraft server die ik een tijdje geleden heb geopend. En hij is publiekelijk voor iedereen die Minecraft Java editie 1.15.2 heeft. De release is inmiddels alweer een paar weken geleden. En het leek me namelijk ook wel leuk om dan eventjes te gaan kijken wat mensen daadwerkelijk hebben gebouwd. De eerste keer was namelijk echt 1 of 2 dagen volgens mij na de release. Dus mensen hadden nog niet zoveel tijd om hele vette dingen neer te zetten. Maar ik heb begrepen dat er hele vette dingen op de server zijn gebouwd die ik nog niet heb gezien. Ik heb in de tussentijd wel een beetje op de server gechilled en ik heb daar ook wel wat van meegekregen, maar we gaan wel eventjes zien wat er allemaal te zien valt. Dit is trouwens de spawn, mocht je dat nog niet weten en heb je de server nooit gezien. Dit is heel leuk. Lees even de regels, dat is makkelijk, want dan kan je snel zelf beginnen ook met dingen bouwen. Oké, wow, eerste plot. Laten we eens eventjes kijken. Tip in het donker is de build mooier. Builders zijn Ivar, Rikke. We zijn begonnen op 13/6/2020. Thema is Drakeneiland. 11 uur mee bezig geweest. Kijk, dit is een Discord. Laatst bewerkt. Kijk, volgens mij nog meer shoutouts en dat soort dingen. Oké, wacht. Laten we eventjes dan nighttime doen. Oh, dude. Kijk eens aan. Ik heb volgens mij deze op Discord langs zien komen ergens. Oh, mensen hebben gevoten voor day, for real. Shit, je hebt dus maar een command waar mensen kunnen stemmen voor dagtijd. En mensen doen dat meteen. Oh, mijn god. Nou, maar ja, we doen het wel eventjes met daytime. Oh, er zit ook nog een eiland boven. Dit heb ik nog niet gezien. Hold up. Wait, maar dit doet me een beetje denken aan die draakachtige beesten in Zelda Breath of the Wild. Omdat die ook best wel heel erg lang zijn. Alles is zo gedetailleerd en kleurrijk. En wauw, het eiland is zelfs hol. Oh, hier zit er ook een met een ei. Oh, vet. Ook gewoon dat het ei een beetje een end-ei is. Vind ik ook wel dope. Yo, dit heb ik nog helemaal niet gezien. Ik heb alleen 2 draken gezien die daar beneden stonden volgens mij. Op Discord een vroege image. En that's it. Wauw, vet gedaan. Je zal me waarschijnlijk heel vaak in deze video horen zeggen van dat ik iets heel gaaf vind. Maar dat komt omdat ik nog niet eens in de buurt kom van zulke dingen kunnen bouwen. Nou bouw ik ook heel weinig in creative, maar goed, maakt niet uit. Dit is volgens mij van de buurman, maar dit ziet er ook niet heel erg slecht uit. Volgens mij bouwen mensen ook gewoon graag naast mooie bouwste dingetjes. Dat als ik bijvoorbeeld hier een keertje langskom, want dat weten ze. Ze weten dat als iets mooi is, dat ik hier langskom. En dan gaan ze gewoon lekker naast bouwen, zodat zij ook eventjes in de video kunnen komen. Ik bedoel, hier hebben we ook al een zieke dome. Volgens mij, no joke, heb ik deze een keer op een YouTube thumbnail gezien of zo. Recommended. Wat dus vet is, is dat je eigenlijk, als je door de server heen gaat vliegen, allemaal verschillende dingen tegenkomt. Je hebt hier dan bijvoorbeeld een kasteel. Je hebt daar een hele stapel aan bomen, want dat is leuk. We hebben hier een enorme railroad. Oké, ja, weet je, dat moet ook kunnen. En, oh, dit is de spawn? Oh, hey, het is super dicht bij de spawn. Dat wist ik niet eens, joh. Wow. Oké, dit is een stuk duisterder. Mijn computer begint ook gewoon te laggen. Deze is van Headliners en Mass the Coopie of zo. Ik weet niet hoe ik de naam uit moet spreken. Veel bedrock, veel duistere soort blokken. Ook heel veel dood en verderf. Het ziet eruit als een heel duister kasteel. Wat ik oprecht nog best wel in Minecraft zou willen zien als een soort eindkasteel of eindbaas. Lijkt me best wel dope. Alleen de zonnebloem maakt het wel een stuk fleuriger eigenlijk. Hier, dit zijn ze. Bouwwerk van Headliners met hulp van Mass the Coopie. Oké, ook heel veel vuur natuurlijk. Heel veel enderchest. Nou, heb ik natuurlijk niks in mijn enderchest zitten. Eventjes naar boven. Ik probeer natuurlijk altijd een beetje een snelle glimps te krijgen. Maar ook een beetje te genieten van de dingen die mooi zijn. Heel veel armor stands hier. En dit is dus waarschijnlijk de armor set van de vijandige beesten die hier wonen. Even kijken wat hier allemaal zit. Nog wat tools. Nice. En dan kunnen we hier naar buiten vliegen. Ik moet wel zeggen, ik vond het hier een beetje leeg. Wait, wacht eens even. Oh, ik herken het. Ik herken het nu pas. Dit is Mordor. Oh my god, dit is van Lord of the Rings. Ik zat ook echt, omdat ik het oog zo laat zag. En daardoor dacht ik van, wacht eens even. En ik zag ook de vulkaan erachter. It makes so much sense. Nou, dit is de Black Gate. Dit is de Eye of Sauron op zijn mooie dingetje. En dit is Mount Doom. Ik ben een enorme Lord of the Rings fan. Ik heb alle films laatst nog gebingewatcht. Maar goed. Maar niet uit. Oh, hier staan ze. Dat is vet. Heel leuk. De mods die zetten namelijk NPC's neer. En wow. Oké, dus dit is waar Frodo en Gollum en Sam aan het vechten waren eigenlijk met z'n drieën. Of in ieder geval niet met z'n drieën tegen elkaar. Maar goed, je snapt wat ik bedoel als je de films hebt gezien. Yo, vet. Ook met de magma en zo. Dat maakt het eigenlijk allemaal veel beter dan lava. Volgens mij is lava ook geband. Dus magma is een goed alternatief ervoor. Yo, dit is heel dope. Met welke blok is dit eigenlijk gemaakt? Oh, Block of Coal. Ik denk al van, huh? Dit is geen netherblok. Die nieuwe... Ik weet niet hoe het heet. Ja,
Ja, deze is heel nice. Lekker bezig, jongens. Ik ben heel trots op jullie. Even quick reminder trouwens. Dit is allemaal gedaan met de hand. We hebben geen world edit of geen andere hulpmiddelen die we hebben. Het is gewoon echt blokje voor blokje geplaatst met de hand, zover ik weet. Oh, en dit zijn trouwens ook de... Hoe heet het ook alweer? De orks. Yes, de orks. Die komen natuurlijk uit de Black Gate marcheren. Wat is dit? Oké, wacht. Hier staat gewoon Yado. To-do list. Duncan maken, Rick maken, Dermal maken, Julia maken en Lisanne maken. Oh, wait. Is dit wat het is? Want dit is een map. Ja, oké, wacht. Wacht. We moeten eventjes heel ver omhoog vliegen. Yeah, dat is echt super cool. En ze heeft zelfs gewoon een shout-out gedaan naar mijn YouTube kanaal. Wauw, dat is zo aardig. Abonneer op mijn kanaal, thanks. Ik vind het vet gemaakt. Gewoon dat er ook wat diepte in zit, vind ik alleen maar vetter eigenlijk. Dat geeft ook met de shader best wel een vet effect. Yo, dit is echt heel cool gedaan. Props, dude. Oké, we zouden hier in een soort ruimteschip moeten zitten van crypto. Even kijken wat we hier hebben. Wow, dit is eigenlijk groter dan ik dacht. Er werd gewoon als beschrijving gezegd, het is een ruimteschip. Dus ik weet niet wat er verder hier allemaal gaande is. Eens even kijken, wat hebben we hier? Meloenen. Oké, okay. Oh, dit hebben ze natuurlijk van de mensen afgepakt. Aha, even kijken wat ze hier hebben. Oké, carrots en zo. Hoe groot is dit? Oké, dit schijnt nog niet af te zijn, denk ik. Dit zijn alle petten, slaapplekjes. Hier kunnen we, hebben nog een soort ruim, I guess. Oh, oké. We zien al iets van de buitenkant. Ik heb de buitenkant dus nog niet gezien. Ik ben direct in de cockpit geteleporteerd. Dit zijn denk ik de verblijven of de gevangenis? Wacht, even kijken. Oeh. Oh, nee, dit is dus naar buiten. Oké, wacht. Maar hoe groot is dit? Ik wil dat eventjes zien. Wait. Wauw, dat is echt huge. Maar hoe kom je erop om dit te bouwen? Like, is dit een gebouw wat al bestaat, wat je dan... Gewoon zelf dacht van, hey, weet je, ik wil dit één blokje per blokje na gaan bouwen. Of is dit nou wat je echt zelf hebt bedacht? Is het een Star Wars ding? Volgens mij niet. Ik herken het niet uit Star Wars direct. Wauw, dit is wel echt, echt belachelijk groot. Ik ga eventjes in Game Mode Spectator, want dan kan ik eventjes beter zien wat voor kamers ik eventueel nog mis. Volgens mij is heel veel gewoon niet hol. En is ook niet helemaal opgevuld met kamers. Maar dat snap ik ook wel. Want het is niet heel erg praktisch om in te richten. Wat ik wel heb gemist is dat hier gewoon tanks staan en shit. Dus ze gaan gewoon met tanks gaan ze de aarde aanvallen, jongens. Be prepared. Crypto komt eraan om jullie allemaal te killen. Ja, dit is wel echt, echt heel vet. Dit is echt tof. Oké, wacht eens eventjes. Hebben we ergens een soort introductie? Oh, hier is nog een keer die map. Dat is heel vet. Oh, volgens mij is dit de introductie voor de bouwers. Hieronder alle mede-eigenaren. 1, 2, 4 en 5. Alles tot max 16. Ik neem aan dat dit de eigenaar is. Ik heb alleen Repsai en Crew staat erbij. Dus ik denk dat het dan een guy is genaamd Jasper. Die dan met een heel team een heel dorp heeft neergezet. Out of nowhere. Oh, ik wil eigenlijk gewoon in elk huisje gaan kijken wat ze er allemaal in hebben gedaan. Ik bedoel, hier is gewoon een kaart. Met de hele layout van de stad. Dus daar is de markt. Daar is het hoofdgebouw. I don't know wat dat is eigenlijk. Volgens mij is dit nog niet af. Dat er nog geen dak op zit. Maar in ieder geval de voorkant is best wel vet zover. Ja, het is allemaal nog best wel leeg. Maar het gaat denk ik voornamelijk nu gewoon om het uiterlijk. Het ziet er allemaal wel gewoon wat ouderwetser. En ook best wel levend uit. Als je zeg maar die open haartjes zo aansteekt. Dat maakt dat het er een beetje levendig uitziet. En dat... Je echt denkt van, oh shit, er zouden best wel wat mensen kunnen wonen. En als de mods er online zijn, die kunnen eventueel zelfs gewoon coole adventurer-achtige NPC's neerzetten. Zodat als iemand dit bezoekt, dat het dan ook daadwerkelijk lijkt alsof er echt leven is. Ik ga eventjes kijken bij de markt. En dit is dus het grote gebouw wat wij dus zagen wat dan volgens de map niet af was. Oh, maar er is wel, ja, er is al wel grotendeels gewoon een dak op. Maar dit ziet eruit als gewoon het grote hoofdkasteel... Waar waarschijnlijk de koning woont of zoiets. Even kijken. Oh, dit is wel vet met die blokjes. Dit is dus waarom we eigenlijk voor 1.5 gingen. Of 1.15. De Dark Prismarine en dat soort dingen. Want 1.14 konden we wel meer spelers aan en dat soort dingen. Want we hebben maar maximaal 55 slots. Wow, oké. Maar weet je, we wilden ook gewoon heel graag dat mensen wild konden gaan met mooie blokjes en zo.
Dit ziet er allemaal nog wel heel erg leeg uit. Dat moet ik wel zeggen. Maar het is ook niet makkelijk om dit allemaal zo 1, 2, 3 even op te vullen. Want ze hadden echt bizar veel ruimte. Volgens mij zijn we letterlijk alleen nog maar in deze vleugel van dit gebouw geweest. Ik vind wel vet hoe ze die hoek hier hebben aangepakt. Met dat extra detail met het hout en zo. Een beetje steun toevoegen is nooit verkeerd. Alleen, het is allemaal een beetje vierkant voor mijn doen. Dat vind ik wel het enige minder eraan. De buitenkant is super vierkant. Oké, next up. Wat hebben we hier? Heel veel usernames. Damn. De owner van dit project is Skipnuff. Help mee aan dit project. Avatar Aang. Rius. Oké. Help mee aan dit project. Edward. Jaffe. Playbanaan en Matskaboy. Heel goed. Nice. Een leuk teamproject. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen aan één build zouden werken. En het lijkt erop dat ze bezig zijn met een best wel moderne stad. Laten we dan eventjes naar binnen gaan. Het is wel heel leeg nog hier, maar dit ziet eruit als een soort hotel of zo. Ik weet niet, ik durf het nog niet helemaal te zeggen. Oh, een binnentuin. Oké, sure. Ziet er wel heel erg leuk uit. Vooral omdat je ook zeg maar echt uitkijkt naar de jungle. Dat geeft dit extra meer sfeer. Oh, die parkeergarage hier is echt heel vet. Even kijken of ik mijn auto hier kan parkeren. Blijkbaar staat het al best wel vol. Waarschijnlijk kan je hier toch alleen maar staan met een kleine Fiat. Dan ben ik ook wel benieuwd wat hier binnen is. Oké, gewoon een mooi groot gebouw. De trap. Wauw, nee echt? Wauw, dat had ik nog niet door. Naar midden. En dit is waarschijnlijk gewoon naar beneden. Want het is creative en we hebben toch allemaal geen fall damage. Even kijken wat we hier hebben. Weer een tuintje. Het is wel allemaal heel erg groen van binnen. Dat is natuurlijk typisch moderne constructie. Hè? Dat is allemaal concrete, maar ook natuur. Oeh, dit ziet eruit als een potentieel luxe appartement. Ik wil hier wel wonen hoor. Oh, ah, ik kan er niet uit. Ignore claims. Yes, thanks. Ik heb die rechten. Oh, helikopterpad. En wat is dit dan? Oh, hier hebben ze de borders mee uitgetekend. Zodat ze in ieder geval weten waar ze kunnen bouwen. Ik vind het altijd wel grappig dat heel veel mensen dit doen altijd. Om eventjes een herinnering te krijgen hoeveel ze kunnen bouwen. Maar je kan ook gewoon een gouden schep vastpakken. Dan kan je het ook zien, soort van. Tenminste, de hoekjes. Alleen, ik vind het altijd zo zonde als het niet wordt weggehaald. Want het haalt wel een beetje de achtergrond weg voor dit soort dingetjes. Maar ze hebben hier dus nog meer huizen. Dit hoort allemaal volgens mij bij dezelfde plot. En hey, daar is Playbanaan. Hij is lekker bezig. Wacht, ik kom even hoi zeggen. Hey, what up? Ben je lekker aan het bouwen, jongen? Oh, hij is ook nog bezig met de berg. I see. Hij heeft het nu volgens mij ook pas door dat ik hier ben. Maar niet uit. We gaan eventjes kijken. Ik hoor minecarts, maar dat is volgens mij omdat ze hier dus een keuken hebben gemaakt. Even kijken wat ze hier hebben. Oh, dit is best wel een mooi dakraam lounge. Ja, lekker joh. Ja, dit zijn allemaal van die luxueuze huizen. Oh, dit vind ik ook wel tof. Al had ik hier denk ik zelf barrels gedaan. Ook al is dat minder logisch. Ik weet niet. Wat hebben we nog niet gehad? We hebben hier nog meer huizen. Dude, ze hebben wel echt uitgepakt hoor. Ik bedoel, ik snap het ook wel. Je hebt superveel mensen die aan je build werken. Villa van Bas Wessels. Hey, Bas. We gaan eens even kijken. Ja, wat is dit blok? Dread Bubble Coral Fan. Ah, ik denk al. Ik heb dat blok dus nog nooit gezien. Behalve dat ik het in een andere beeld in de vorige aflevering voor het eerst heb gezien van een andere kleur. En toen dacht ik ook van, wat is dit voor hack of zo? Open garage zo te zien. Het is nogal open. Ik weet niet of ik dat helemaal goedkeur. Oh, je kan hier niet naar buiten. Oh, dit is... Oké. Ik weet niet hoe je naar boven komt. Er zit daar ergens blijkbaar een trap. Ben ik blind of mis ik hier iets? Oh, hier. Ah, het is heel compact dit allemaal. Even kijken. Zo, ja. Oké. En dan kom je hier in de badkamer. Oeh, ik vind dit soort lampen wel vet daarvoor. En we hebben ook blijkbaar eieren. Wat denk ik gewoon zeep moet voorstellen. Oké, maar hoe kom ik hier nu uit? Hoe kom ik beneden? Bas, heb je hier over nagedacht? Oh, hij maakt al... Ja, dank je. Hij weet het waarschijnlijk dat het niet compleet is. Villa met zwembad onder construction. Oké, weet je wat? Dan gaan we hier gewoon eventjes een snelle blik wagen. Want als het niet af is, dan ga ik er niet te veel naar kijken. Maar dit vind ik wel heel vet. Al dat wit. Ik bedoel, het valt allemaal een beetje in hetzelfde... Dat je niet echt contrast kan zien, bedoel ik. Maar het is wel vet, het idee hierachter. Misschien dat hij voor een klein beetje accent... een beetje grijsachtige blokjes toe kan voegen. Maar dat is slechts een suggestie. En dit is allemaal gemaakt met quartz. Dus daar is het ook niet echt een grijze variant van. Ik wil nog heel eventjes kijken bij het ronde gebouw. En volgens mij is dit niet helemaal af. Oké, cool. Brrr, eens even kijken hoe we naar binnen komen. Ik neem aan de wegkant. Yes. Dit is de quadruple helix toren. Niks veranderen aan de buitenkant. Uitdekken. Oké. Volgens mij is er een keer een incident geweest dat ze iets hebben veranderd aan de buitenkant. Oké, dit is wel heel vet hoe we hier naar boven gaan. En waar komen we uit? In een heel klein kooitje. Oh, oké. Dus dit is er maar... Yes, we kunnen met de helikopter naar dat gebouw. Heel vet.
En verder heb je gewoon een mooi uitzicht over de hele stad. Tenminste, ik denk dat dat de bedoeling is. Oh, is hier nou een bosbrand gaande? Jongens, volgens mij zijn ze tot de realisatie gekomen dat Firespread uitstaat en dat ze toch de bomen met de hand weg moeten halen. Dan de laatste voor vandaag. Game Freak Jeremy is online en hij is bezig met de Baron. Ik heb dit al meegekregen. Ik wist dat hij bezig was met het bouwen van... Wait, daar gaat iemand. Hey, mag ik een ritje maken? Oké, volgens mij gaat hij me nu al leiden naar het ritje. Dat is wel heel erg vet. Oké, dus eventjes, even snel, voordat ik in ga stappen. Gemaakt door Game Freak Jeremy. Laat hier je mening een cijfer achter. Oké, wacht, dat doen we dan straks eventjes. Laten we eventjes gaan instappen. Niet uitstappen onder de rit. Start. Oké, hier gaan we. Ik heb dus, heel eerlijk, ik weet dat ik laatst mee heb gedaan met Masters of Minecraft in de Efteling. Maar ik heb niet in de Baron gezeten omdat ik het niet durfde. In Minecraft durf ik het wel. Alleen om een of andere reden loopt alles vast. Oké. We gaan wel heel hard naar beneden. En ik kan het geluid van Minecraft ook niet zachter zetten voor mijn oren. Dus ik word doof. Wauw, dit is wel heel vet. Dit heeft hij best wel snel gebouwd volgens mij. Volgens mij is hij niet super lang mee bezig geweest zover. Alleen wel jammer dat de server het niet helemaal aan kan. Maar het gaat echt rete hard. Volgens mij zijn we bij het einde. Nope, oké, we gaan nog langer door. Hoei. Yo, wacht. Daar is de Baron. Dit is niet de Baron trouwens. Dit is Joris en de Draak. Ik ben niet opgevoed met mijn attracties en zo, oké? Ik was vroeger heel bang als jongen. Ik had heel veel hoogtevrees. Maar dit is sowieso Joris en de Draak. Dit kan niet de Baron zijn, want ik heb letterlijk ervoor gestaan nog dit jaar. Oh, en daar is het einde alweer volgens mij. Hey, hello. Is er ook, zeg maar, echt een ingang? Ik wil eventjes kijken. Volgens mij is dit de uitgang. Ja, dit is de uitgang. Maar de ingang is dan hier. Yes, I remember. Oh, heel vet met die scaffolding ook trouwens, hoe die dat heeft gedaan. Ik ga gewoon eventjes lopen zo. Ah ja, kan me hier weer uit. Oké, maar ik wil eventjes kijken bij de Baron. Ik herkende de Baron ook al meteen al. Ik realiseerde me hoe stom ik was toen ik hier liep. Even kijken. Hier is het begin. Hij heeft nog niet superveel af. Ik bedoel, dit is de drop. Die herken ik uit duizenden. En dan is daar... Wacht eventjes. Ik moet even mezelf weer oriënteren met hoe dit eruit zag. Volgens mij heb je hier dan ook nog een pad die zeg maar daar die kant op gaat. En de Jos en de Draak is dan aan die kant. Uit mijn hoofd. Ik weet het niet helemaal zeker meer. Mijn oriëntatie is niet altijd eventjes goed. Maar het komt erop neer dat hier zeg maar nog een pad loopt. En die heb ik toen gelopen voor de trailer. Dus ik moest toen elke keer langs mensen die de Baron in wilden. Maar heel vet. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. En ik vind het super tof. Support even deze guy. Oh wait, hij heeft dit ook wel gedaan. Oh, maar dat is vet met die rook en zo. Want ze hebben hier dus ook in het echt zeg maar heel veel rook wat er naar boven komt. Ja, heel vet. Ik ben heel benieuwd. Dit is ook zeg maar waar je een soort van ondersteboven gaat. Dus ik vind dit ook creatief opgelost. Oké, maar goed. Er is nog heel veel wat we kunnen bekijken eigenlijk in de server. Ik heb een lijst gekregen van de mods met super bijzondere bouwwerken. Die echt heel vet zijn. Die sowieso de shout-out verdienen. En die heb ik nog niet eens halverwege afgewerkt. Er zijn superveel mensen die nog bezig zijn met superveel vet dingen om te bouwen. En als jij iets leuks wil bouwen, dan moet je dat ook zeker eventjes doen. Maar ik ga de video helaas hier wel afsluiten. Binnenkort gaan we dus eventjes verder kijken naar wat mensen hebben gebouwd. En dan zie ik jullie hoop bij de volgende keer als jij abonneert en liked en de video leuk vond. Tot de volgende keer. Later.